zing dit lied voor jou alleen, omdat ik zoveel van je hou. Omdat ik weet dat jij alleen dit lied graag horen zou. Een ontdekkingstocht door de Nederlandse amusementsmuziek van weleer met Timo Hovenkamp. Meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg Doris, heb je daar niks beters voor me? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Cor Stijn, ja, wat een bekende naam in de Nederlandse orgelmuziek. Hij leeft voort, meer dan tijdgenoten als Johan Jong en Pierre Palat. Hoewel opgeleid voor klassieke muziek zou organist Cor Stijn door de omstandigheden gedwongen, toch niet met dit genre, maar met amusementsmuziek bekendheid verwerven. Toen zijn vader namelijk een ernstig ongeluk overkwam, moest Stijn zijn opleiding voortijdig beëindigen om voor het ouderlijk gezin de kosten te verdienen. Hij deed dat met optredens in cafés, cabarets en bioscooptheaters door heel het land. Ik vraag mij wel eens af of dit voldongen feit wel eens door Cor Stijns hoofd ging, als hij voor de zoveelste keer de begeleiding voor twee motten van Doris verzorgde. Ik greep meteen naar de DDT, maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee en besloot meteen. Ja, voor de meeste mensen die Stijn nog kennen is vooral zijn rol als muzikaal begeleider van de komiek Doris herinneringswaardig. En geef hem eens ongelijk. Doris en meneer Cor Stijn waren ongekend succesvol in hun samenwerking. Vanaf 1955 waren zij samen te aanschouwen in het amusementsprogramma Saint-Germain-des-Prés. De platen die verschenen van het duo in de periode van de late 50e jaren waren zonder uitzondering grote hits. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik met zo'n oude jas, twee motten en 10 motten kinderen. Een familie. Woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottige Bas. Met een dotte van motten wonen in mijn jas. Ondanks Cor Stijns populaire werk met Doris, mogen wij absoluut niet vergeten dat Cor Stijns carrière veel meer bezielde dan enkel het verzorgen van goedkope doch amusante sketches. Hij was een werkelijk competente organist, accordeonist en pianist die in professioneel verband al sinds de vroege jaren 30 actief was. In 1932 trad Cor Stijn als pianist-accordeonist in dienst van de Vereniging van Arbeiders Radioamateurs, oftewel de VARA. Hij kreeg de leiding van ensembles als Dubbel X, De Zonnekloppers en Stijns Accordeonorkest. Al spoedig ging zijn bijzondere belangstelling uit naar het toen zo bekende VARA Concertorgel, dat hij vaardig leerde bespelen, evenals de nieuwe vinding het pijploze Hammondorgel. Stijn maakte snel naam als organist en in 1935 verruilde hij het vaste dienstverband met de VARA voor dat met het City Bioscoopconcern in Amsterdam, waar hij de opvolger werd van de legendarische Britse organist Reginald Ford. Thank you.
de concerten op zaterdagnamiddag en het zogeheten community singing op zondagochtend trokken niet alleen veel bezoekers, maar ook veel radioluisteraars. Verder was Cor Stijn geregeld voor de VARA-microfoon te horen met zijn accordeonorkest. Door zijn speelsheid en repertoirekeuze werd hij niet minder een VARA-gezicht dan de vaste organist Johan Jong. Op een voorjaarsdag in 1941 liep er een kleine jongen het City Theater in om een grammofoonplaat te maken met Cor Stijn aan het orgel. De toen 14-jarige Kareltje Verbrugge, beter bekend als Willy Alberti, die als nog jonger knaapje al op straat had gezongen met zijn neefje Johan Vermusser, die vanaf 1954 beroemd zou worden als Johnny Jordaan. In 1940 kreeg Willy een rol in de revue-operette Roosmarie in Carré in Amsterdam. In die revue vertolkte Kareltje het bedelmeisje Mary met haar pop. Alberti en Stijn legden de liedjes Alleen is maar alleen en Mijn sprookjesboek, geschreven door Chris Reumer, vast. In de zenuwen had Willy het tweede couplet van het sprookjesboek twee keer gezongen. Men liet het zo. Van 1941 tot 1944 had Cor Stijn de muzikale leiding van René Sleeswijk's Snip en Snap Revue. Hij dirigeerde het revueorkest, verzorgde de arrangementen en schreef de muziek voor een aantal liedjes. Het bekendste voorbeeld van zijn muzikale creaties uit die periode is ongetwijfeld Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, daardoor Jacques van Tol, onder pseudoniem van Bert van Eyck, van tekst werd voorzien. Willy Walde zong het op de plaat. Thank you.
Na de oorlog werd Korstijn door de Ereraad voor de Amusements en Kleinkunst berispt, omdat hij tijdens de Duitse bezetting had doorgewerkt. Een onterechte maatregel in zijn ogen, aangezien hij zich naar eigen zeggen niet met politieke zaken had bezig gehouden, maar het publiek in de moeilijke oorlogsjaren onschuldige ontspanning had geboden. Deze reprimande had overigens geen enkele invloed op zijn verdere loopbaan. Korstijn vloog uit en speelde orgel bij de radioomroepen van Canada, Zweden, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, België en voor de BBC in Londen. Vanaf 1950 kwam Stijn weer in dienst van de VARA. Begin jaren 50 leidde hij voor de VARA het ensemble Zeven Man en een Meisje, met koor aan het orgel, Sam Nijveen en Benny Beer viool, Ger van Leeuw piano, Wim Sanders gitaar, Ger Daalhuizen bas en Wim van Steenderen klarinet. Het meisje was in het begin zangeres Sonja Oosterman, later opgevolgd door Corrie Brokken. In 1956 werd Sam Nijveen vioolsolist bij het Ritmisch Strijkorkest van Korstijn voor de VARA Radio. Dit ensemble bracht meerdere langspeelplaten uit in de late 50er jaren. Ook maakte Stijn een LP met de zangeres Ina Verwoerd, die eerder, voordat ze naar Canada was geëmigreerd, het liedje Je moet nog even aan me denken van tekstdichter Joop Driessen en het pianoduo André de Raaf en Jacques Schutte had gezongen. Ondertussen bleef Korstijn actief op de radio, onder andere met inmiddels vergeten orkesten als de Klompendansers. Jopie Kanters en Henk Janmaat verzorgden daarbij de zang. Onder de schuilnaam Pietro Cordone maakte Cor in 1961 met zijn orkest Italiaanse halfuurtjes met Willy Alberti, de Amsterdamse tenore Napolitano. Rondom de orkestuitzendingen, die in de loop van 1963 stopten, verzorgde Korstijn
half uren aan het Hammondorgel met gastsolisten als Sonja Oosterman, Connie van den Bos, Jenny Roda, Henk Jan Maat, Max van Praag en mondharmonica-virtuoos John Larrison van het trio The Larrisons. Vanaf oktober 1963 programmeerde de VARA het orgelkwartet Korstein in stereo. Wat eerder, op 5 juni 1963, zat Korstein voor het eerst achter het magisch orgel in een radio-uitzending. Het interessante instrument was gebouwd door Jaap Keizerwaard, een slimme technicus uit Berkel. Dans om de Rinkelbom, een eigen compositie van Kor, uit het repertoire van de Klompendansers, was een van de eerste plaatopnamen op het magisch orgel. Er werden weinig radio-uitzendingen met het Magic Organ gemaakt, des te meer grammofoonplaten. Drummers als Martin Beekmans en Wim van der Braak begeleiden Kor aan zijn magisch orgel. Korstein had ook eigen tv-programma's. Na rondom Korstein kwam in 1964 of 1965 de show Tussen Bach en Beatles, een co-productie met de Bayerischen Rundfunk. Op 25 oktober 1965 introduceerde Korstein het radioconcertorgel dat de NRU had gekocht van de BBC. Er werden enkele opnamen gemaakt die later op het Varagram label verschenen. Korstein overleed op 17 november 1965, nog geen 59 jaar oud, in Hilversum, geheel onverwachts aan een hartaanval.